Welkom terug bij Food, Fashion, Travel. Dit is deel 2 van de Surinaamse vlogs die ik nog had. En veel kijkplezier. Dit waren oude beelden van vorig jaar op vakantie. Als ik dit jaar weer op vakantie ga, dan ga ik wederom weer vloggen. Dit keer ga ik het veel beter doen dit jaar, oké? Ciao! Mensen, we zijn toch weggegaan van die lezing, omdat er niet genoeg plek is om binnen te zitten. Mijn kleed, mijn kostuum, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, werd nat van achteren. Dus ik dacht, ik ga met mijn zusje naar Palmentijn. Ik weet niet eens of het open is. Zo, wat we gaan doen, we gaan een taxi zoeken die ons daar kan afzetten. En zoals je weet, regent het altijd op 1 juli. Ik kom zeg maar van Onderboom, zeg maar, Kwaku, bij het zandbeeld van Kwaku. We hebben onze paraplu niet meegenomen, wat heel dom is. Echt heel dom. Dat mag echt gezegd worden, want iedereen weet dat het regent op 1 juli. Maar weet je wat het was? We kwamen net uit huis en het begon gelijk te regenen. Lijkt alsof we gestraft werden dat we niet eerder uit huis waren gegaan. Dus we gaan overzee kok abaya. Dankjewel. Zo, ik hoor muziek van die kant. Ik ga zoveel mogelijk proberen vast te leggen. Vandaag is om te vloggen, de straten zijn rustig. Loop even, laat me je kleding laten zien. Dit is haar jurk. Ik heb een rok en een topje hoor. Heel veel mensen zijn ook traditioneel gekleed. Ik had begrepen dat Palmentijn gesloten zou zijn, maar ik weet niet zeker. Oh, hier wordt de muziek gespeeld en gemaakt. Ik weet niet of het de dag te laat zijn, maar oké. Wie wil je? Nou, we gaan langs. Plattebrug. Oh, hier wordt er ook echt veel eten verkocht. Maar bij Palmentuin is het denk ik leuker en ze hebben meer standjes, denk ik hoor. Dus ja. Ik ben benieuwd wat de prijzen gaan zijn van het eten. Ik heb lekker thuis gegeten. Ik hou er niet van om op straat te eten. We zien Beko Dai. Zijn we bij, Mati? Lekker alsof Palmentuin dood is, mensen. Ik zie niks zoals we vroeger doen. Vroeger deden, laat me het zo zeggen. Met springkussens en dat soort dingen voor kinderen. Het lijkt heel rustig. Wakkerpas is zaal. Welke passie is toch altijd in de avond open? Ja. Dat is standaard. Het paard, welke passie. Oh ja. Oké, krasi, nu maar af van zijn. Dan ga ik zo reden. Oké. Onze stand, meteen te zijn, dan kijk daar dan. Maar er is geen muziek, niks. Er is niks. Wat zie je daar? Wat kan een rondje bij Nyanya en zo? Bij Nyanya en Gida ook weer bakken, hè? Nou, koneko kenki kan in Munyande. Koneko die. We zijn in de Van Sommelsdijkstraat, hè? Ja, maar ik heb het ook wel.
Ja, maar ik bedoel, dat zijn meer voor volwassenen, ja. Maar de kinderen dan. Want jij hebt je kinderen in college staat. Nou, kinderprogramma gecanceld. Kijk, als je ouder bent, er zijn heel veel dansies later en zo. Maar ik dacht voor kinderen overdag zou er iets moeten zijn. Maar oké. Okay. En zo. Dat ook weer bakken. Zij wani. Zij wani. Oké. Wapakaya. Sam lostum lostuang. Wow. Slush of soap. We zijn hier bij Wakapasi, Palmentijn. Er is niks in Palmentijn. Vanaf, wat is er? Ik heb visie, ja. Kan je dat? Oh, misschien wat gaan visie net. Koeja, koeja visie, koeveel visie. Daar is echt druk. Maar er is echt niks daar. Geen muziek, niks. Niks. Laat hem gaan. We are going in. Kijk, dit zijn de prijzen vanaf. Kipsteak 150, SRD kroket 140, saté 35, puntzak patat 60 SRD. En dit is drinken, hè? 400 SRD. Ik ga slush kopen. Mijn zusje is me zomaar aan het haasten, jongen. Let's go. Al vloggend ga ik door de straten van Paramaribo. Ja, maar ben je, maar we wakken aan moe. Dit heb ik van mijn tuin. Dit is mijn boeien. Nou, kom op, boeien, 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 boeien. Next time, jij paal mijn tuin. Kom weer. Matsi, waar ga je? Wat wil je daar gaan doen? We zijn illegaal bezig. Thanks. Er is wel een speeltuin. Je wil ook een speeltuin, Dick. Hé? Nou, jong, tjai qua foto. Daar ga je dus aan. Hier verkopen ze ook eten. Straks denk ik barbecue. Maar ze zijn nog niet ready. Palmentuin. Nou, wat een toestand hier, hoor. Ik moet even een beetje aan de kant lopen. Deze slippers heb ik in Suriname gekocht. Ze zijn regenbestendig en stevig. 125 SRD bij Red Apple, Parapassi. Dit is de leukste activiteit voor kinderen. Verder is er echt niks in de stad. Er is geen muziek. Alleen voor ouderen. Alleen maar feesten in de avond. Maar dan, als je ouder bent, is dat allemaal leuk. Maar voor de kinderen is dit het eigenlijk. So, de chauffeur wacht op ons, hè. En mijn zusje wil gewoon spelen. Ik zei tegen die man dat we gewoon een rondje gaan lopen. Maar we zijn hier nog. Dus ja. Yeah.
Mijn zusje gaat paardrijden even snel. Ga maar naar Matsi. Mijn kan je pigo na zijn. Matsi, ta hapo go fosi sa ma go ene go fosi. Oh yeah, de jongen gaat je helpen. Nu is eindelijk mijn zusje aan de beurt hoor, want dan kunnen we gaan. Ik ga niet meelopen hoor, ik ben lui. Dus ik ga gewoon van afstand filmen. Hé? Matsi zit zo schuin op dat ding. Ze moet recht zitten. Ze is bang, zegt ze, maar ze wilde er wel op. Nou, dat was het voor 50 SID mensen. We gaan nu hier Bami kopen. Bami? Nee, het is voor haar, geen peper. Dus alleen saus? Ja, alleen saus. Barbecue is 100 SID, wings is volgens mij 150. En die Bami is 120 SID. En gember is 40 SRD, maar we willen alleen eten, dus ja. Nou, dan gaan we er vandoor. Nou mensen, we zeggen vaarwel. Valentijn, het wordt nog steeds drukker. Wij gaan er vandoor. Die man heeft gewoon kapot lang op ons gewacht. Ik ga hem niet betalen, hè. En zoveel geld heb ik ook niet meegenomen. Ik werk op budget. Als je te veel geld meeneemt, ga je ook te veel uitgeven. Dus... let's go. Ik begrijp je niet, hè? Jullie praten niet zo. Ik ben Surinaams. Dus dat kan. Surinaams, mm-hmm. Ik woon wel hier. Mijn accent? Ik heb geen accent. Ik praat gewoon normaal Nederlands. Gewoon de kolokken die potie toepjes in met die. Oh mensen, er is geen enkele bus hier. Ik weet niet eens of we überhaupt een bus gaan vinden. We moeten een PS hebben. Er zijn veel PSB-bussen, maar ik zie geen PS. Dus ik ben benieuwd. Er zijn wel taxis, maar ze gaan echt heel veel geld vragen. We gaan nu naar huis, het regent. Maar we moeten wel lopen, mensen. Anders gaan we tot 3 uur in de nacht. Hoi, boy. Wat is je nice? Ik snap echt niet hoe mensen zo lopen. PL is helemaal, zeg maar, gereden tot waar aan de waterkant. Maar de andere bussen doen dat niet. Dus we moeten gewoon doorlopen. We hebben niet gegaan in de camera. Nee. Dit is not it. Oké, we moeten helemaal lopen naar Onderenbong en we zijn nu bij Centrale Markt. Dus nog echt een heel stuk lopen hoor. Mensen, dat waren de laatste beelden die ik nog had van vorig jaar in Suriname. Drop een rood haartje als je van begin tot eind hebt gekeken. En dan vanaf nu volgen de kookvideo's weer op programma. Oké, dank jullie wel voor je liefde en steun. Ciao, tot de volgende keer.